Hi guys, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Mijn naam is Senne. Het is vandaag maandag. Ik heb eigenlijk echt best wel al een redelijk productieve en hectische dag erop zitten. Het beeld verandert ook weer, want de zon gaat lekker onder nu. Het is daarom ook al 's avonds. Ik ga even kijken hoe laat het is, want ik heb geen idee. Het is nu 7:50. Ik heb vandaag vooral een contentdag gehad. Ik heb heel veel video's gefilmd voor Senne en Luna. Of ja, in ieder geval 2. Maar daar ben ik wel echt letterlijk de hele middag mee bezig geweest tot het avondeten. Samen met mijn zus zijn we bij het huis gegaan, of naar het huis gegaan van mijn vader en zijn vriendin. En daar hebben we haar huis gepoetst. Ik heb haar badkamer helemaal schoongemaakt en georganiseerd. Echt superleuk. Die video staat voor jullie online op mijn andere YouTube kanaal, mijn Engelse YouTube kanaal, Senne Luna. Dus mocht je benieuwd zijn naar die video, dan staat het linkje daarvan in de beschrijving. Maar ja, dat heb ik gedaan. En ik heb een whole house clean with me gedaan. Dus dat ik de hele keuken en alles heb opgeruimd en gestofzuigd en zo. Ik heb hier ook een rood vlekje, maar ik heb al ooit een coralslip gehad en sindsdien zit er een beetje een soort litteken of zo. Heel raar. Maar in ieder geval, dat heb ik gedaan. Ik ben nu ook de badkamer Clean With Me aan het editen, want die komt morgen online en die wil ik vandaag al helemaal af editen. Dus daar ben ik niet mee bezig. En verder zijn mijn weekvlog weer online, dus die had ik vanochtend een beetje geëdit. Maar ik had wat problemen met Final Cut Pro, maar dat is gelukkig opgelost nu. Dus dat is wel fijn. Maar ja, ik heb gewoon heel veel zin om lekker te chillen met mijn boekie. Want ik ben ook een nieuw boek begonnen. Namelijk deze. The Family Upstairs. Eindelijk. Dit is echt letterlijk de 4e keer of zo dat ik eraan ga beginnen. Maar nu ga ik hem uitlezen. Want ik heb hem echt al zo lang op mijn TBR. Volgens mij echt al een jaar. Dus ik moet hem echt gaan uitlezen. Maar ja, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ga jullie weer gewoon gezellig meenemen deze hele week. Dus doe je duimpje omhoog als je er zin in hebt. En dan gaan we nu snel beginnen. Een hele goede morgen. Het is vandaag alweer dinsdag. Ik heb mezelf weer helemaal omgekleed en klaargemaakt om in ieder geval te gaan sporten. Dus ik heb nu gewoon nog even een trui aan, want het is best wel frisjes. Ik heb verder daaronder gewoon een sport-BH aan en een sportlegging van Nike. Ik heb ook mijn bed even afgehaald, want die moest ik weer even verschonen. Dus even opnieuw opmaken straks. Maar ik ga dus weer beginnen met sporten. Ik heb gisteren ook gesport. Gisteren heb ik lower body gedaan. Vandaag ga ik abs en armen doen. Want ik moet het sporten gewoon weer gaan oppakken. Ik heb er niet zo heel veel zin in. Maar ik ga het gewoon doen, want ik moet het gewoon weer even oppakken. En als ik weer eenmaal in die flow zit, gaat het ook veel makkelijker. Dus we gaan het maar gewoon weer doen. En daarna ga ik ook meteen even een rondje wandelen. Ik heb gewoon weer een thuiswerkdagje vandaag. Dus gewoon heel veel editen en content filmen en zo. Dus ja. Tijdje later. Het is namelijk 5:00. Ik heb eigenlijk echt letterlijk de hele dag niks gefilmd. Maar ik ben echt super druk bezig geweest met gewoon van alles. Ik heb heel veel geëdit en gefilmd. En ja, jullie hebben dat ondertussen denk ik ook al vaak genoeg gezien. Ik heb vorige week zelfs ook een video geüpload voor jullie. Waarin ik jullie de hele dag meeneem. En zeg maar een contentdag. Nou, ik had vandaag weer zo'n dag. Ik heb gewoon gefilmd, geëdit. Ja, verder niks. Nu zit ik onder. Ik ga namelijk eten. Er is niemand thuis. Want mijn moeder die is met mijn zus mee. Zij moest namelijk een wortelkanaalbehandeling. En de vriend van mijn moeder, die is nog werken. En het is, ja, het is ook pas 5:55 hoor. Maar ik had zo'n erge trek. En mijn moeder had het eten al gemaakt. Want ze wist niet tot hoe laat ze wegbleef. Dus, nou kan ik toch al lekker gaan eten. Ja, het is dus vroeg, dus dan eet ik alleen. Dus ik denk, nou, dan ga ik jullie eventjes een beetje bijpraten. Ik doe even van die lekkere uitjes bij. De macaroni. Maar ja, ik heb dus gewoon heel veel geëdit. En ja, ik vond dat niet leuk genoeg om weer de hemel te laten zien. Dus het boeit ook jullie niet zoveel, denk ik. Maar ja, dat is het. Vanavond ga ik ook nog editen. Ik had eigenlijk een pakketje verwacht dat die binnen zou komen van bol.com met 2 boeken. Maar die is niet gekomen. Geen idee. Oh, hij is helemaal nog niet warm. Nou ja, maakt niet uit. Ik eet het op. Echt zo raar. Ik heb daar gewoon geen mail van gekregen. Maar ja, het zal wel. Ik ga dit lekker opeten. Dus ja, sorry dat ik vandaag niet heel veel heb gefilmd. Maar zoals ik al zei, ik ben gewoon druk bezig geweest met dingen die jullie waarschijnlijk niks boeit. Niks leuks in ieder geval. Morgen ga ik wel iets leuks doen. Dan ga ik afspreken met Naomi. Gaan we gewoon gezellig een girls- en meidendagje houden ofzo. Ik heb geen idee wat we gaan doen. Misschien picknicken. Naomi wil volgens mij ook een piercing eruit laten halen. Haar neuspiercing. Dus dat gaan we ook doen. Oh my god. Dus ja, niet heel veel speciaal. Of ja, morgen wordt heel speciaal. Maar vandaag niet veel speciaals. Dus ja. Hi guys, het is alweer woensdag. Het is 10:50. Ik heb mezelf alweer klaargemaakt, hoop. Maar ik heb wel even mijn ochtendjas aan, want ik heb het koud. Ik denk echt dat ik iets anders moet aan gaan doen. Want ik ga vandaag afspreken met Naomi. Echt zo mega veel zin in. Maar het is niet heel erg warm. We wilden eigenlijk vandaag gaan picknicken. Maar daar is het sowieso te koud voor. En het zonnetje schijnt niet eens. Dus doe het max
22 graden. Maar ja, het zonnetje schijnt niet. En ik heb het gewoon echt heel koud. Dus ik denk, ja, ik doe sowieso natuurlijk een jasje aan. Maar ik denk dat ik misschien toch wel iets anders aan ga doen. Maar we gaan dus vandaag echt iets superleuks doen. Ik heb trouwens ook weer lekker zo'n bananensplit gemaakt. Dat is echt mijn nieuwe, gewoon... Nu vind ik dat heel lekker, maar waarschijnlijk vind ik het over een week echt niet meer lekker. Ik heb dat heel vaak. Dan vind ik gewoon iets lekker. En dan eet ik dat gewoon super vaak. En ja, net zoals nu heb ik dat met deze bananensplit. Maar waarschijnlijk vind ik dit over een week, twee weken echt... Dan kots ik dit gewoon uit. Omdat ik dat dan zo vaak heb gehad dat ik het niet meer lekker vind. Maar nu is het echt mijn nieuwe favoriet. Love it. Maar ik ben vanochtend weer lekker vroeg opgestaan. Ik stond om 7 uur op of zo. En toen heb ik even gelezen. Daarna heb ik gesport. Ik heb vandaag 20 minuten full body pilates workout gedaan. Ook een nieuwe workout die ik nog nooit eerder had geprobeerd. Maar wel heel fijn. En ik ben daarna een thumbnail gaan maken voor de video die vandaag online komt. Ook echt een hele leuke thumbnail geworden. Kijk, deze is toch leuk. Dus check hem zeker als je hem nog niet hebt gekeken. Dus dat heb ik gedaan. Die foto moest ik ook nog maken. Dus vandaar dat ik dezelfde outfit en zo aan heb. En ik heb even een TikTokje gemaakt. Dat was ook alles wat ik moest doen voordat ik naar Naomi ging. Ik moet wel om 11:30 aanrijden. Dus dat is over 20 minuten. Want ik moet heel even langs het huis van de vriendin van mijn vader. Want de hondjes zijn daar nu en hun zijn op vakantie. Dus mijn zus en ik wisselen af. Of ja, mijn zus heeft het eigenlijk de hele week gedaan. Maar ik moet het nu nog even doen voordat ik naar Naomi ga. Ik ga wel vandaag naar Naomi rijden. En als je me al lang volgt, dan weet je dat ik hou niet echt van rijden. Maar ik heb wel een hele chille auto en zo hoor. Ik rij ook gewoon automaat. Maar ik hou gewoon niet van rijden. Ik weet niet, als iemand anders rijdt, dan heb ik veel liever dat diegene rijdt. Want ik ben gewoon, nee, ik hou daar gewoon niet van. Ik heb ook nooit de rijlessen leuk gevonden en zo. Maar ja, ik ga deze keer naar Naomi. Normaal ga ik al met de trein en zo. Maar ik heb nu geen OV meer. En de trein is ook gewoon echt fucking duur. En het is ook gewoon helemaal niet chill. En dan moet ik nog steeds rijden naar het station. En dan kan ik net zo goed gewoon naar Naomi rijden. Dus ik ga gewoon lekker met de auto. Dus dat. Ik zal jullie dadelijk of straks vertellen wat we gaan doen. Maar ja, dat zien jullie vanzelf wel. Nou jongens, het is ondertussen alweer 4:15. Ik ga jullie heel even hier opzetten als mij dat lukt. Ik zit in de auto. Ik wilde namelijk al aanrijden naar huis. Het is ook echt warm, dus ik denk misschien dat ik deze even uit doe. Maar het was zo mega gezellig vandaag met Naomi. Echt niet normaal. Ik zet even de blazers uit. Maar het was zo leuk. We zijn dus uiteindelijk bosbessen gaan plukken. Oh, ik krijg allemaal appjes. Maar ik heb hier dus een zakje met mijn geplukte bosbessen. Ik had 400 gram geplukt. En dat was iets van 1-2 euro of zo. Volgens mij 1,80 euro dacht ik. Of 2,80 euro. Een van de twee. Maar het was echt super cheap. Want Naomi had iets van 800 gram. En zij was echt iets van 4 euro kwijt of zo. Dus echt super cheap. Dus deze ga ik lekker dat ik thuis schoonmaken. En dan kan ik die morgen bij mijn yoghurt doen. En mijn ontbijtje. Dus super lekker. En natuurlijk ook mijn moeder en zo. Maar ja, ik ga dus nu naar huis rijden. Het is 4:15. Ik heb nog... Of ik moet een half uurtje naar huis rijden ongeveer, iets langer. Dus ja, dat ga ik nu doen. Dus let's go. Een hele goede morgen. Het is vandaag alweer donderdag, volgens mij. Ja, donderdag. Het is nu 10:15. Ik heb zo om 10:15 een afspraak bij mijn nieuwe poetsadresje. Ik heb namelijk een nieuw poetsadres van vanuit mijn zus. Heeft zij dit aangeraden. Namelijk bij vrienden van mijn zus en een vriend van mijn zus. En hun zochten een poetser. En toen had mijn zus mij aangeraden. Dus super leuk. Maar ik heb dat dadelijk dus ja, een afspraak. Ik heb geen idee hoe lang zoiets duurt. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ik weet niet of jullie dat merken. Maar ja, daar heb ik zo dus een afspraak. Ik ga zo over een, nou, iets meer dan een kwartiertje rijken aan. 20 minuten denk ik. Maar ik heb me daarvoor klaargemaakt. Ik heb dit topje aan. Ik doe gewoon mijn zwarte blazer eroverheen. En dan heb ik mijn straight fitbroek aan van de Zara. Maar in ieder geval na dat gesprek ga ik ook in dat dorp. Daar zit namelijk ook een Action en een Kruidvat. Ga ik een make-up shoppen video filmen. Dus daar heb ik echt super veel zin in. Dus dan ga ik even langs de Action en de Kruidvat. En verder ga ik vandaag ook nog even poetsen bij mijn vader. Ik denk dat ik daar maar een uurtje bezig ben. Het is gewoon even, volgens mij, ja, hij is ook op vakantie geweest. Dus niemand is in het huis geweest. Maar het is wel even geleden dat ik er voor het laatst ben geweest. Dus daar ga ik gewoon eventjes weer langs. Even gewoon de wc's en zo doen. En even een doekje overal overheen. Dus dat ga ik ook nog doen. En vandaag gewoon weer editen en content filmen. Editen, ja, gewoon weer wat ik normaal ook doe. Dus ja, oké. Ik ga me nog even verder een beetje klaarmaken. Schoenen aandoen. En dan rij ik zo aan. Oké, guys. Ik ben echt net
klaar met het gesprek. Ik ben nu bij de Action, bij de parkeerplaats bij de Action. Want ik ga nu een video opnemen voor mijn YouTube kanaal. Maar het is, ik ben er echt maar een kwartier geweest of zo. Ja, 10:50. Ik was daar rond 10:15. Dus ik heb echt helemaal niet lang daar gezeten. Maar het was natuurlijk ook niet heel speciaals. Maar ja, het ging best wel goed. Ik vond het wel heel spannend. Want ik vind het gewoon best wel lastig om... Ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon lastig zoiets. Ik vind dat gewoon spannend. Maar het ging echt goed. Echt super lieve mensen. Ik vind hun echt heel erg aardig. Hun hebben ook een heel mooi huis. Dus daar ga ik lekker poetsen. Ik begin maandag al. En het is 1 keer in de 2 weken. Dus ja, 2 keer per maand ongeveer. En dan doe ik gewoon eigenlijk heel het huis. Dus ja, daar heb ik al heel veel zin in. Maar het is nu 10:45 en ik ga een video filmen. Dus dat ga ik nu doen. En daarna ga ik weer naar huis. Dus ja, ik ben blij dat dit gesprek in ieder geval goed is gegaan. Ik heb even wat dingen op de laptop gedaan. Het is nu volgens mij bijna 2 uur. Maar ik heb me even omgekleed, op in ieder geval even een andere broek aangedaan. Want ik ga poetsen met mijn vader. En dit is mijn poetsbroek. Gewoon lekker een joggingbroek. Ik heb dan gewoon dit topje aan. Want die had ik al aan. Hierin heb ik wat schone was van mijn vader. En ik ga de nieuwe poetsspullen er ook in doen. Ja, dat weten jullie trouwens niet. Maar ik heb nieuwe poetsspullen gekocht. Maar ja, die ga ik hier even in doen. En dan ga ik met mijn vader lopen. Want het is heel dichtbij. Mijn vader woont gewoon bij mij in het dorp. Dus daar ga ik nu even poetsen. Ik denk dat ik er ongeveer een uurtje mee bezig ben. Dus heel lang ben ik er ook niet mee bezig, denk ik. Maar ja, let's go. Een hele goede morgen. Het is vandaag alweer vrijdag. Ik heb nog natte haren, maar ik heb echt net gedoucht. Want ik heb vanochtend gesport. En ik ga nu mijn hele kamer opruimen en poetsen. Want het is echt letterlijk 1 grote bende. Het is echt niet normaal. Ik moet het echt even gaan opruimen. En vooral ook even poetsen. Want dat heb ik echt al lang niet meer gedaan. Dus wat ga ik nou doen? Want kijk even hoe dit eruit ziet. Ik heb ook alvast een sopje gepakt. Kijk ook hoeveel boeken ik ondertussen heb. Echt niet normaal. Ik heb dan dit en ik heb dan... daar, dus oh my god. Maar ik heb hier ook mijn nachtkastje. Ik heb mijn bed ook nog niet opgemaakt. En ik heb hier op de vloer allemaal schoenen liggen. Mijn sportmatje nog. Ja, mijn kledingkast. We gaan het gewoon even allemaal opruimen. Want het is echt nodig. Dus let's go. Ik heb mezelf klaargemaakt en mijn hele kamer ook opgeruimd en gepoetst. En het ziet er echt zo mega mooi uit. Dit was echt nodig, dus ik ben blij dat ik het nu heb gedaan. Maar ja, ik zal het jullie even laten zien, want het ziet er echt... Oh mijn god, kijk even hoe mooi. Kijk, mijn bed is weer netjes. Dit is dan mijn nachtkastje. Ik heb daar ook die bak heb ik helemaal opnieuw opgeruimd, want het was ook echt een rommel. Dan hebben we dit. Ik heb ook die bak helemaal opgeruimd. Dan hebben we mijn bureau en verder de vloer is weer helemaal netjes. Er liggen echt geen haren meer en stofpluimen op de grond. Dus hier ben ik echt super blij mee. Maar het is nu 11:30. Er komen vandaag 2 pakketjes binnen van bol.com. Eindelijk, namelijk mijn 2 boeken die ik heb besteld. De ene komt met de brievenbus en de andere komt met de pakketbezorger, zeg maar. Dus ze kunnen vanaf nu tot 12:30 komen. Maar ik moet ook heel eventjes naar de apotheek om mijn pil op te halen. Die ligt daar namelijk in zo'n service locker. En de apotheek hier is ook heel dichtbij. Dus ik ga daar gewoon even wandelend heen. Maar mijn moeder is nu nog thuis. Dus ik denk dat ik ongeveer... Ja, hoe lang ben ik weg? Kwartiertje of zo. Dus dat is ook niet heel lang. Ga ik daarna ook even middag eten. En daarna heb ik nog wel dingetjes op de planning staan. Zoals even een thumbnail maken. Wat dingen op de laptop. Video's van volgende week voorbereiden. En ik wil verder de boekenvlog gaan filmen. Want de pakketjes komen vandaag eindelijk binnen. Dus dan kan ik die video eindelijk affilmen. Dus dat vind ik echt heel leuk. En dan ga ik ook... dit helemaal opnieuw organiseren. Want dat is ook nodig. Want de boeken liggen nu niet meer netjes en goed. Dus dat ga ik ook even opruimen. Maar dat komt dus in de boekenvlog. En die staat voor jullie denk ik wel al online. Of die komt voor jullie nog online. Maar dat wordt ook een beetje een extra video. Want niet iedereen vindt dat leuk om te kijken. Maar ik vind het wel leuk om zo video's te filmen. Dus af en toe vind ik het wel leuk om die video's te maken. Maar ja, ik ga dus nu eventjes mijn schoenen aandoen. En dan ga ik even mijn pil ophalen bij de apotheek. Lunchen. En dan ga ik door met de rest van mijn to-do-lijstje. Dus dat is de planning. Ik heb niet veel film voor mijn kamer opruimen hoor, maar ik film dat echt al zo vaak. Mensen vinden dat ook niet leuk om steeds te zien, denk ik. Ik wil ook niet te veel dezelfde dingen filmen en zo, dus vandaar dat ik het niet heel erg heb gefilmd. Middag in dit geval. Het is vandaag zaterdag.
Volgens mij is het nu ongeveer 3:15, denk ik. Dion en ik hebben vandaag gewoon lekker uitgeslapen. Daarna hebben we beneden ontbeten. En ik had voor Dion en mij vanochtend weer zo'n bananensplit gemaakt. Echt mijn nieuwe favoriete lunch, ontbijt. Ik vind het gewoon heel erg lekker. Het is ook lekker gewoon als een snack tussendoor. En daarna zijn Dion en ik even naar de winkel gegaan. Hij moest namelijk heel even naar de Action. We zijn even een pakketje gaan wegbrengen van mijn moeder. En we zijn naar de winkel gegaan, want Dion en ik moeten vanavond koken. Aangezien we net mijn ouders hebben weggebracht naar een festival. Of in ieder geval gewoon naar de trein. En dan gaan ze vanuit daar, ja, met de trein en dan de bus naar het festival. Dus dat hebben we gedaan. En we hebben dus ook echt super lekker een cake gebakken. Dus die zal ik jullie even laten zien. Dion en ik hebben namelijk bij de Lidl deze cakepak gehaald. Of in ieder geval, je kun je dus van die lekkere fijne cake meemaken. Dus die hebben we gemaakt. En we wilden eerst daar appels in doen. Maar we hebben er nu dus bosbessen in gedaan. De bosbessen die ik met Naomi heb geplukt. Afgelopen donderdag was dat alweer, of woensdag. Maar kijk even hoe lekker hij er al uitziet. Hij moet nog heel eventjes erin. Dus we wachten nog heel even. Maar hij ziet er echt al heel erg lekker uit. Oh my god. Ik kan niet wachten om dit te gaan proberen. En ik ben trouwens gisteren ook begonnen in The Final Offer van Lauren Asher. Echt zo'n mega leuk boek. Nu al. Dus ik heb ook zoveel zin om weer gewoon lekker te lezen. Ik wil alleen maar lezen. Want ik vind het zo'n leuk boek. Dus ja. Zoals jullie hebben kunnen zien is het vandaag alweer zondag. Dion en ik hebben vanochtend of vanmiddag eigenlijk echt super lekker gewandeld. Het was vandaag sowieso echt heel erg mooi weer. Het is namelijk nu alweer 8:50. Het kan zijn dat ik er echt moe uitzie, maar ik ben ook echt zo moe. Ik heb namelijk afgelopen nacht echt verschrikkelijk geslapen. Ik was zo misselijk vannacht. Ik werd gewoon om 2:30 s'nachts wakker. Gewoon echt met gewoon kots. Ik moest gewoon overgeven bijna. Ik heb niet moeten overgeven, maar het voelde zo erg alsof ik moest overgeven. Dus ik ben naar beneden gegaan. Ik heb een paracetamol gepakt en echt zo'n bak, zo'n emmer voor stel ik moest overgeven. Dus ik voelde me echt niet nice. Ik ben ook gewoon gaan zitten in mijn bed en ik ben zittend in slaap gevallen weer. En uiteindelijk in de ochtend ging het alweer, maar ik had zo'n erge buikpijn en een misselijk gevoel. Dus ik voelde me echt niet lekker. Dus ik heb niet heel chill geslapen. Maar ik ben de weekvlog aan het editen. Want morgen vroeg begin ik met mijn poesadresje. En ik wil dan gewoon de weekvlog lekker geëdit hebben. En ik heb de hele avond de tijd. Want Dion ging vandaag alweer gewoon op tijd naar huis. Of in ieder geval volgens mij is het niet om 7:15. Oh, ik zit ook weer heet naar buiten te kijken. Want ik zit voor mijn spiegel. Of voor mijn raam. Voor mijn spiegel. En het is natuurlijk weer sunset time. Dus kijk even hoe mooi dit eruit ziet. Oh, ik hou echt van deze view. Maar ja, heel goed geslapen heb ik dus niet. Dus ik ga ook dadelijk lekker douchen als ik deze vlog heb afbewerkt. En dan ga ik gewoon lekker op tijd slapen. Omdat ik morgen natuurlijk weer gewoon een volle planning heb. En een to-do-list met dingen die ik wil doen. Dus bij deze ga ik lekker de weekvlog afsluiten. Ik zag dat het niet een hele speciale weekvlog was. Ik heb ook niet heel veel speciaals gedaan. Dus sorry als die wat minder leuk was. Ik moet ook zeggen, deze week had ik gewoon niet echt de vibe om te filmen. Ik had er ook niet zoveel zin in. Dus ja, sorry als die wat minder leuk is als andere vlogs. Ik heb toch mijn best gedaan om er weer wat leuks van te maken. Dus ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jij hem leuk vond. Vond je deze vlog leuk? Vergeet dan zeker niet om dat blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je ook zeker niet om te abonneren. Dat zou ik echt mega erg waarderen. En zo blijf jij ook op de hoogte van al mijn nieuwe vlogs, shopvlogs en allemaal natuurlijk andere soorten video's. Dus doe dat zeker. En dan zie ik jou hopelijk weer in een van mijn volgende video's. Doei!